best wel positief. Ja, ja, ja. Ik denk dat bij de derde bal van de tweede terug. Niet meer, ik had niet bevinden. Nee, nee, ze hebben gewoon de gang naar de grond. Ja, ja, dat is goed. Van geleidster Kim Lensen. Nou, een die in de eerste fase een heel mooi stukje werk ziet, wat er echt keurig uitziet. Alleen ja, vandaag eigenlijk sneuvels bij de twee sprongen die daarin zitten. En ook qua uitstraling als combinatie waar het uitmuntend is, zou in de concentratie nog iets beter mee mogen gaan. Vandaar de kwalificatie zeer goed. Oefening vrij volgen, iets onrustig in de beginpositie. Op de lijn naar boven iets vrijer van de geleidster zijn op de knie. Eerste keer ben ik iets beter sluiten. Loop pas langzaam op pas en de haak gaat correct mee in de groep. Oefening blijft nog een zeer goed. Zit uit de beweging, beginpositie, terugontwikkeling, akkoord, keurig zit, keurig afgewerkt, uitmuntend. Afleg uit de voorde pas, beginpositie, terugontwikkeling, akkoord, af en super. Ja. In de afwerking, dan zit je helemaal scheef naast, dan moet je veel correcter voorkomen en wat correcter bij de hoek, is een goede oefening. Aperteren vlekken rond, beginpositie, zo rustig, eenmaal hier licht opkomen. Na de opname, wat sneller terugkomen, in totaliteit wat vaster zijn op de blok, of wat scheef voor, oefening is nog goed. Dan krijgen we de vrije sprong over de 1 meter aan, gelijk ze gooit de blok. Vraag of ze hem opnieuw mag gooien, dat sla ik dan toe. Dan verlaat ze de plek, 2 stap en dan springt de hond alsnog helemaal over de haag. Dat betekent dat de hele oefening weg is, zwaar onvoldoende. Dan krijgen we de sprong over de klipschutting. De hond is iets onrustig in de beginpositie. Als hij ingezet wordt, springt hij, valt terug en komt dan niet voor. Gelijk ze verlaat daar ook de positie om ons bij zich te krijgen. Helaas een hele zware onvoldoende. De oefening is helemaal weg. Vooruit zijn we afleggen, de beginpositie iets onrustig. Nou, als die naar gaat, moet u opletten. Het eerste teken geef ik aan u van wat u af mag zeggen. U doet het zelfstandig al invullen. Dan gaat de hond nog veel hoger op, gaat dan af. Ja, en moet dan veel correcter ook nog daar in de afstand zijn. Gaat veel hoger op. Oefening is helaas onvoldoende. Afleggen met afleiding van beginnen en de keurige oefening. Alleen voor vandaag blijft er helaas door die sprongen erbij een onvoldoende met 59 over.